Komt er een vaste plek voor de professionele beeldende kunst in Hengelo? Of moeten die kunstenaars het met wisselende pop-up locaties doen? Vanavond stemt de gemeenteraad van Hengelo daarover. Het college wil eigenlijk wisselende locaties. Maar het lijkt toch dat een groot deel van de raad vaste locatie wil. Nou, is er een Hengeloze groep van vrouwen die graag die vaste locatie zou zien in de Schouwburg in Hengelo. En die hebben een stichting opgericht en dat is Stichting Schouwart. Dat is in oprichting en daarvan aan tafel heb ik Gemma Droom en Renata de Frankrijker. Welkom. Dankjewel. Dank je. Ja, waarom een nieuwe stichting? Want we hebben in Hengelo, we hebben Hartpool, we hebben stichting 074 PK, Renata. Mm-hmm. Er is een nieuwe Schouwart in oprichting. Ja, ja, dat is eigenlijk naar aanleiding van de exposities die in Schouwburg Hengelo ook al te zien zijn. Zoals in de Fiede en de Ramen en jaartentoonstellingen zijn er. Mm-hmm. Maar wij als Schouwart willen daar eigenlijk een nieuw kunstpodium bij aanbieden. Dus de hele Schouwburg als kunstpodium voor de beeldende kunst. Waarbij de wens van de kunstenaar, naar gelang de wens van de kunstenaar, een bepaalde ruimte van de Schouwburg gebruikt kan worden. Oké, okay, nou laten we er zo meteen verder op ingaan hoe dat dan in de Schouwburg eruit moet gaan zien. Maar Gemma, misschien ook goed om even nog, want de keuze vanavond is vaste plek of wisselend. Waarom zijn jullie zo overtuigd van een vaste plek, dat het goed is? Nou, wat wij vinden is dat als je wisselende locaties hebt, dan ga je heel veel geld besteden aan telkens weer nieuwe locaties opbouwen. En het budget wat beschikbaar is gesteld is, nou ja, is een mooi budget, maar niet heel niet zo groot dat we denken van, nou, daar kun je echt goede exposities van houden. En als je dat geld nou besteedt op één plek, dan kun je dat ook echt gaan gebruiken voor de kunstenaars. En daarmee ook echt interessante kunstenaars gaan trekken. Ja, ja. Terwijl ik heb begrepen dat de berekeningen waren dat juist een vaste plek €15.000 duurder zou zijn. Ja, dat verbaast ons ook wel een beetje, eerlijk gezegd. Maar in die zin, in die berekeningen was geen rekening gehouden met personeelskosten. En ja, wij denken dat dat wel een heel zware stempel gaat drukken op wisselende locaties. Ja. Ja, nou ja, bij beide. Want als jij een vast locatie hebt, dan wil je daar ook het hele jaar door iets laten zien. Mm-hmm. Dus op een vaste locatie en dan uitgaan van 3 exposities per jaar is. Maar goed, in beide gevallen zouden er personeelskosten gemaakt moeten worden. Waarom is dan jullie idee, laten we even van het idee van vaste van kunst in de Schouwburg uitgaan, financieel aantrekkelijker, Renata? Nou, omdat wij voor die vaste locatie kunnen wij €50.000 besteden aan de kunstenaars. Dus we kunnen hun ook een gage aanbieden. Voor de rest wordt voor alle faciliteiten is daar voorzien. Dus de catering is aanwezig bij openingen. We hebben de technici die. Omdat die toch al in de Schouwburg zit. Ja, die zijn er allemaal al. Maar daar moet je ook voor betalen, toch, denk ik? Nee. Niet? Nee. En daarom is dit juist zo'n mooie plek om als vaste locatie te gaan gebruiken. Het pand staat er al. Op een hele gunstige plek vlakbij het station. Het biedt heel veel mogelijkheden, zoals een middenzaal die we ook willen gaan gebruiken voor allerlei andere kunstexposities. En boven willen we nog een extra galerie erbij betrekken. Dus er komen ook ruimtes bij. Mm-hmm. Dus het is meer dan de ruimte die op dit moment, wat men al kent. Ja. Wordt het gewoon uitgebreid. We kunnen het hele pand eigenlijk zien als één groot kunstpodium waar ook crossovers kunnen plaatsvinden van podiumkunst met beeldende kunst. Ziet de Schouwburg dat ook zitten? Want zij gebruiken nu, nou ja, voornamelijk ook als theaterzaal bijvoorbeeld. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan dus zegt, zie ik voor me, dat er ook een expositie in een theaterzaal zou kunnen zijn. Ja, klopt. Dan kunnen ze die theaterzaal niet gebruiken. Nee, maar dat kan in nauw overleg. Dus wanneer is het beschikbaar? En op die datum, dan kan je ook met de kunstenaar gaan praten van, nou, op die datum kan je dan exposeren. En dan is die mogelijkheid, dan is die ruimte vrij. En dan kan de kunstenaar bijvoorbeeld een maand daar zijn werk tonen. Mm-hmm. Dus dat is fantastisch. Ja. Gemma, je zou ook kunnen stellen, kijk, Hengelo
heeft te kampen met veel leegstaande winkelpanden. Die staan leeg. In de Schouwburg is in principe vulling. Waarom niet in zo'n plek? Ja, dat zou kunnen, maar dan begint het al met een commerciële huurprijs die je moet gaan betalen. Want die panden zijn niet van de gemeente. Ja, als je een commerciële huurprijs moet gaan betalen, dan is het budget heel snel er doorheen. Ja. En in principe zou het kunnen, maar dan komt er wel een ander kostenplaatje aan. Ja. Ja. Is alles wat dat betreft, want ik hoor eigenlijk best wel een uitgewerkte gedachte, een uitgewerkt plan. Is dat ook allemaal, zeg maar, in kannen en kruiken? Stel nou dat ze vanavond zeggen, het wordt een vaste plek. Staan jullie vooraan van dit gaan we doen? Dit is ons plan en dat is het allerbeste wat er bestaat? Nou ja, dat zou het allermooiste zijn, want wij staan inderdaad in de stadblokken. We hebben eigenlijk het hele plan uitgewerkt. We hebben de begroting voor elkaar. We hebben alle lijntjes met de Schouwburg zelf zijn zo warm. Nou ja, het is gewoon dat we zouden zo kunnen beginnen. Dus wat dat betreft, ja, als ze voor een vaste locatie kiezen en zeggen van, ga maar aan de slag. Ja, dan staan wij klaar. Ja. Hoe moet ik dat dan eigenlijk voor me zien? Want is het dan een soort van zoete invalplek? Of is het een soort van museum wat het dan moet worden? Want het is echt voor professionele beeldende kunst. Niet zozeer van hengeloze kunstenaars alleen, maar misschien wel vanuit de hele wereld. Ja, klopt. Ja, moet ik me voorstellen dat je echt een kaartje koopt, dan het theater en een foyer in mag en dat daar allemaal kunst staat opgesteld? Wat wij wilden aanbieden, wat nu er dus niet is, is op een woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 12 tot 4 dat de openingstijden komen. Dus dat er ook supposten aanwezig zijn. Dus dat men ook weet dat er gewoon momenten zijn van we kunnen naar binnen, er zijn openingstijden en we kunnen dan de expositie bezoeken. Daarnaast zouden we ook graag rondleidingen willen geven. En dat kan eventueel tegen een klein tarief. He, dat je langs alle werken gaat, dat je er wat over vertelt. Daarna even een kopje koffie neemt in het theatercafé. Dus beter kan haast niet, zou ik zeggen. Ja. Nou, ik zit ook te denken, mensen die nu die Schouwburg bezoeken, die komen dan denk ik voornamelijk voor het theater. Mm-hmm. Die kunnen soms wat exposities zien die er nu ook al staan. Dat is wat kleinschaliger, zeg maar. Moet ik dat ook voor me zien, die hybride vorm? Mensen die er toch al zijn, die dan denken van, hey, leuk, ik ga hier nog even langs. En dat het gewoon vrij is. Of betaal je dan ook weer entree voor? Nee, dat is gewoon vrij dan. Ja, het zijn de openbare ruimtes in de Schouwburg. En je kunt daar, dat vinden wij juist mooi. Want er komen jaarlijks iets van 120.000 mensen naar voorstellingen, naar films. Ja, en dat is een hele gemêleerde groep. En dat zijn dus ook mensen die normaal niet naar een expositie komen, maar die dan wel in aanraking komen met beeldende kunst. Ja. En ja, dat vinden wij juist heel mooi. Dat die juist eigenlijk onverwacht dan daarmee in aanraking komen. En weliswaar. Andersom geldt het misschien ook. Als je daar naar een expositie komt en je ziet voorstellingen. Pak even een filmpje mee. Nou ja, dat kan. Ja, of je ziet iets staan van, interessant. Dus, Wat voor beeldende kunst moet ik eigenlijk aan denken? Want misschien gaan mijn gedachten al gauw naar schilderijen. Meer het 2D-werk, zeg maar. Of is het veel meer dan dat? Het is veel meer dan dat, ja. Nee, dus wat Renate ook al zegt, van juist die crossovers, dat is wat juist heel mooi kan in het theater. Omdat je kunt beeldende kunst, maar je kunt ook met projecties gaan werken. Je kunt, wat je ook al zei, van in de middenzaal kun je het helemaal donker maken, waardoor je met installaties. Met installaties, ja. Precies. Dus je kan een installatie daar plaatsen en dat er dus dat de dansers komen of dat er interactieve dingen gaan gebeuren. Ja, ik zie dat allemaal al voor me hoe het moet zijn en dat het ook vernieuwend is. Dus niet alleen de schilderijen, maar dat je ook de mediakunst van nu erbij betrekt. En wat je zei over de bezoekers. Het is natuurlijk ook mooi dat er onderwijs komt ook al richting de Schouwburg. Dus je kan ook primaire onderwijs erbij betrekken en dat die ook langs de werken gaan lopen. Dus dat die ook jong en oud in aanraking gaan komen met de beeldende kunst. Wat weten jullie eigenlijk van de beeldende kunstenaars zelf? Hoe kijken die naar
Wat hebben zij nodig als het gaat om zo'n expositielocatie? En is de Schouwburg daarin voor hen ook een lot uit de loterij? Wat zeggen ze daarvan? Nou, de kunstenaars voor de middenzaal die ik heb benaderd, maar nog geen toezeggingen kan doen natuurlijk, maar die vinden juist zo'n zaal wat helemaal donker gemaakt kan worden, vinden ze prachtig. En hun werk past ook heel goed in zo'n zaal in de Schouwburg. Dus daar leent dat werk zich ook goed voor. Maar we moeten niet vergeten, boven de Wolfenkamp foyer en de galerie wat we willen neer gaan zetten, waar van alles mogelijk is. Dus er is voor iedereen wat wils. Mm-hmm, mm-hmm. Wat kun je eigenlijk met die 75.000 euro, die is vrijgemaakt voor beeldende kunst. Mm-hmm. Wat kun je daar eigenlijk mee? Is dat genoeg? Het is nooit genoeg. Nee, het is genoeg om te doen wat wij nu hebben bedacht. Want er was een plan vanuit de gemeente om voor de komende 3 jaar, dus die 75.000 per jaar beschikbaar te stellen. Ja. Voor wisselende locaties. Toen zijn wij eigenlijk als bestuur gaan kijken van, nou, wat zouden wij kunnen doen met die 75.000 euro als we die zouden krijgen in de Schouwburg. Ja, ja. En en daarvan kunnen wij behoorlijk veel doen. Juist omdat alle randvoorwaarden al voorzien zijn. Ja, ja. Dus dan kan ook echt het geld gaan naar de kunstenaar en daarmee ook wat interessantere. Nou, kun je grotere namen. Ja, grotere namen binnenhalen. Ja, ja. Ja, want Hengelo heeft een geschiedenis met bijvoorbeeld de accu. Er was een eerdere vaste expositieruimte. Die gebruikte, geloof ik, 4 ton in een jaar. Dat is niet gelukt. Nee, nee. En is dat omdat ze de randvoorwaarden ook allemaal nog moesten bekostigen? Dat de Schouwburg, Schouwart, zoals jullie het willen zien, daarin anders is? Waarom lukt het jullie wel? Ik denk omdat die randvoorwaarden anders zijn. Dus dan heb je een groot deel van het budget heb je gewoon beschikbaar voor de kunstenaar. En kijk, ik ga niet zeggen dat je heel veel grote namen kunt binnenhalen met 50.000 euro. Want je zit met verpakkingskosten en noem maar op. Dus 50.000 euro is inderdaad, wat we nu zeggen, heel mooi. Maar als je meerdere bekende kunstenaars wil aantrekken, dan zou een iets groter budget nog mooier zijn. Ja. Maar wij kunnen daar op dit moment gewoon heel veel van doen. En dat heeft gewoon met die randvoorwaarden te maken, dat we technici in dienst, die zijn al in dienst bij de Schouwburg. Voor een leuke opening zijn er faciliteiten. Ja, het gebouw staat er al, huurprijs 0. Is er ook nog iets anders dat meespeelt, bedachten wij ons? En dat is eigenlijk de vraag. De beeldende kunst is in Hengelo geen kernvoorziening. Dat betekent dat er geen structureel geld is ieder jaar. De Schouwburg is dat wel. Mm-hmm. Hopen jullie dat je als een soort van paard van Troje plaats kan nemen in dat paard en gewoon die structurele gelden kan binnenhalen, dat het ook een kernvoorziening wordt? Is dat een stille hoop? Uiteraard, ja. Wat wij hopen, dat heb ik ook al in de krant gezegd, van we hopen een vliegwiel aan de gang te krijgen. Dus we beginnen hiermee en uiteraard hopen we uiteindelijk dat we daarmee kunnen gaan groeien en naamsbekendheid krijgen en steeds meer publiek kunnen trekken. En ja, en je moet er ergens mee beginnen. En dan is die 75.000 een mooi begin. Maar ja, uiteraard hopen wij dat we kunnen groeien en dat er uiteindelijk wellicht een echte, vaste, zelfstandige locatie kan komen. Zijn andere partijen eigenlijk in de race? Want onlangs hadden we het hier ook over dit thema. En toen was dat volgens mij nog niet echt bekend. Om dus exploitatie te gaan doen, zoals jullie dat willen gaan doen, van zo'n vaste kunstzaal. Ja, volgens mij zijn wij de enige. En de andere partijen willen, dacht ik, een wisselende locaties, had ik begrepen. Maar natuurlijk in de toekomst denk ik ook een vaste plek. Ik denk dat iedereen die van beeldende kunst houdt dat graag wil. Maar wij gaan gewoon voor dit plan. En hopen dat 3 jaar goed neer te kunnen zetten in 3 jaar. Hebben jullie raadsleden kunnen overtuigen? Want nogmaals, vanavond wordt er uiteindelijk een beslissing gemaakt en dat doen zij. Ja. Wat is de verwachting eigenlijk?
Nou, we hebben anderhalve week, geloof ik, gelobbyd bij iedereen. Ja, ja. We hebben mails uitgestuurd, gebeld. We zijn op bezoek geweest. Anderen kwamen in de Schouwburg op bezoek, wat ook heel plezierig is. Want dan kan je het ook echt beeldend vertellen van hoe het allemaal gaat worden of hoe het eruit ziet. En we hebben positieve geluiden gehoord. Zeker, ja. Ja, ik denk dat we een aantal wel hebben overtuigd. Maar het blijft altijd spannend, hè? Het blijft politiek. Dus wat ze uiteindelijk echt gaan doen, dat de achterste van de tong krijg je toch niet zomaar te zien. Nee. Maar ja, we hebben eigenlijk alleen maar... Iedereen was wel verrast en positief. En ja, we zijn natuurlijk nieuw. Dus dat mensen waren wel verrast. Dat wij opeens als een duveltje uit het doosje... Er is een plan. Ja, er is een plan. Ja, precies. Ja. Dus dat... Ja, maar we gaan het zien. Ja, het blijft lastig. Ja, er is een amendement ingediend. Een wijzigingsvoorstel. Ja, precies. Ja, ik ben niet helemaal politiek, weet ik niet exact. Maar in elk geval, er is ingediend. Eén voorstel is er ingediend om voor ons plan te kiezen. En wie daarin meegaan, dat moeten we afwachten. Ja, dat is ook voor jullie nog een beetje koffiedik kijken. Ja. Ja. Ik zit me ook ineens te bedenken, er is een nieuw, een creatieve broedplaats in de haven. Ja. In hoeverre is dat plan van jullie, neemt dat ook lokale kunstenaars, beeldende kunstenaars mee? Ja, dat er wat meer eenheid ontstaat. Want er is soms wel een beeld van een soort van lappendeken, wat verdeeldheid is binnen de beeldende kunst. Ik weet niet of dat klopt. Nou, wat wij juist in ons plan hebben geschreven, is dat het ontstond eigenlijk ook door die kunstwerkplaatsen en broedplaatsen, dat we bedachten van dan heb je daar werk, je maakt daar werk, en waar wil je het dan exposeren? Nou, als je naar de binnenstad kijkt, is dan de Schouwburg een hele mooie plek om in de binnenstad je werk te kunnen tonen. En in het plan staat ook dat er samenwerkingen kunnen ontstaan nadat ons plan is goedgekeurd, dat we naar de broedplaatsen gaan en kijken van wie vindt het mooi om in de Schouwburg eventueel te exposeren. Dus het is wel een... het is niet dat we niet openstaan voor andere partijen. Nee, maar de Schouwburg, dat moet wel, is een hele centrale plek. De place to be worden als het gaat om beeldende kunst en op een hoog niveau. Wat is de ultieme droom? Misschien dan om bijna mee af te sluiten, Gemma, wat jou betreft. Wat moet Schouwart gaan worden? Nou, wat mij betreft wordt Schouwart gewoon een naam binnen Nederland. Dat we gewoon echt mensen ook van over de Hengeloze grenzen gaan trekken. Die kunnen heel makkelijk komen vanuit het station. Dan loop je zo naar binnen. Ja. En dat we gewoon een naam gaan maken. En dat we dat kunnen uitbouwen tot steeds mooiere exposities. Waarmee we gewoon landelijk publiek gaan trekken. Dat is wel mijn droom, ja. En dat begin wordt misschien vanavond gelegd met 75.000 euro per jaar voor 3 jaar voorlopig. Ja. Who knows? Zonder de sfeer te willen verpesten, stel nou dat het alsnog de andere kant opvalt en dat de raad zegt, we gaan voor wisselende locaties. Gaat dan Stichting Schouwart daarin nog iets betekenen of gaan jullie doorstrijden voor kunst in de Schouwburg? Ik denk dat we dan eens rustig met elkaar gaan zitten als bestuur en toch? Ja. We hebben gewoon dit plan A. Ja. Jullie hebben gewoon de rest nog niet besproken. We gaan over plan B gaan we het eens over hebben. Ja, dat lijkt me gewoon een hele goede strategie. Gewoon niet bespreken wat je niet wil horen. Weet je, zo van, het moet gewoon vanavond gaan lukken. Er is gewoon alleen een plan A. Precies, ja. Ja. We gaan het meemaken. Dank voor jullie aanzetten in deze in ieder geval. En we zijn benieuwd. Renata de Frankrijker en Gemma Droom hier over hun idee. Schouwart.